Welkom bij een nieuwe video. Het is Elite Wolf, a.k.a. Nick. We gaan vandaag City Skylines spelen. Waarom? Ik en Andy hebben dit onlangs gespeeld. En hij zei van, maak nog eens een serie. En ik dacht van, waarom niet? Dus ja, als jullie hier zin in hebben, smash even like. En aan de titel kunnen jullie zien dat het geen gewone City Skylines is, maar niet met deze map. Niet met deze, maar met deze map. De naam van de stad mogen jullie kiezen. Zet in de comments. Ik zal er eentje uitnemen. Eén die ik zelf het beste vind. En de veranderingen komen binnenkort. Ik en Andy zijn eraan aan het werken. Dus be tuned for that. Maar laten we starten. En ja, hier zat er Tropic, maar ik heb dat thema niet. Ik weet ook niet of ik eraan moet raken. Dus. En ik heb geen water meer. Ja, ik heb mijn gewone lamp dat normaal die naast me staat voor mij gezet. Hopelijk is dat een beetje beter licht. Nou, oh, wauw, Andy stuurde me net dat hij nu wakker is. Kijk, we zijn erin. Hier, dit is ons vakje. Als ik mijn camera even netjes kan zetten. Och ja, goed genoeg. Eerste tip dat ik jullie allemaal geef. Plaats als eerste een road van 1 unit. En verwijder die terug en heb alle roads ter beschikking. En ik ga eerlijk zijn, ik heb deze map al 4 keer geprobeerd. Na 4 keer moest ik weg voor naar mijn vriendin te gaan. Dus ja, dit is de 5e keer denk ik, of de 4e keer, ik weet het niet meer. En ja. Hopelijk heb ik geleerd, want ik wou altijd veel te veel beginnen en ik vergat dan waterleiding en elektriek. Maar ik ga jullie een keer de wereld tonen. Kijk, dit is de wereld. Ik heb een mod aan staan dat je alle tiles kunt komen, dus al de kotjes. Maar ik vraag mij af hoeveel ik er hier kan komen, want dit ziet er niet al te groot uit zoals je kunt zien. En we zijn terug. Even die lamp nog aanzetten. Ja, mijn ouders hadden mij even nodig. Dus ja, we gaan even beginnen. Simpel. Die zijn nog te dik naar mijn hoesting. Zo, de reden dat ik zo start is dat de wegen al een beetje uit elkaar lopen. Omdat ik, ik weet ondertussen al na 4 keer faal dat hij hier vol zit met boerenland. Hoe kun je, oh, dat kan ik nu zien. Waar staat hij hier? Ja, maar je ziet al wel aan de grond dat er hier boerenland zit. Dus. Easy start. Hier even een watertoren. Oh, alles. Dan kunnen hier, als in deze map. Ah ja, wacht. Mensen, als jullie deze map ook willen zelf, hetgene dat jullie gewoon moeten doen is. Naar de shop gaan, dus de Steam Workshop, en daar selecteer je bij hem daar selecteer je bij, wat was het nu weer al, ja, daar selecteer je maps. En van dat selecteer je dan. Dus gaat de Steam Workshop, ga naar City Skylines.
Dan maps, dus gewoon ja, deze zo'n soort werelden. Dan zet aan voor populair of zoiets, dacht ik dat was. En dan gewoon all time, dus gewoon van alle tijden. Oh ja, ik koos al verder een elektriek weer overheen. Bezig. Ja, deze wil ik wel volledig leggen. Zo, de buitenring van mijn stadje. Ik ga op tijd stoppen. Leg ik hier nog een streepje voor industrie, dan windmolen of wacht even overwegen. 23.000, 40 megawatt, maar dan ben ik direct al mijn geld kwijt. Of 7.000, we moeten hiermee starten. 7.500, sloopt dus die. Nou, die kan daar perfect bovenop staan. Dan kan je naar hier gaan. Dan kunnen we van daar. Oh, daar. Naar daar. Naar hier. Naar hier. En naar hier. Kijk, en hier hebben we zo'n oud station of zoiets, denk ik dat is. Dan zetten we al een powerline naar hier. Dan water leggen we ook al even gewoon easy daar water. Hier ook dan maar zo waterlijntje, voilà. Niet te moeilijk. Dan komt er hier industrie, dan eerst de power cable leggen, zo, dan met het laatste geld dat ik heb, weet dan, nee, ik ga slim zijn, ik ga eerst kijken, heb ik alles, waterlichter, elektriek heb ik, er is, oh wacht, ik kan even die budgetten volledig naar beneden doen, want we gaan nog niet veel nodig hebben in het begin. Dus hier kan ik industrie doen. Voor nu een beetje. Zo, hier. Begin maar een klein beetje. Hè. Zo, oké, ik ga die zelfs nog niet doen. Nog een paar wegen. Hier tussen. Ja, ik weet het, ze zijn kronkelig, maar ik wil dat een keer doen. Ik heb dat nog nooit eerder gedaan, zo kronkelen. Ook dat, ja. Oké, ons geld is al op. Dat is niet zo heel erg. Weet je wat, ik durf niet, ik ben bang nog het weer gaan verkloten, dus ik ga hem niet leggen. Dus ik ga hier ijzer zetten. Hier ben. Ijskes. Hier winkeltjes. En dan hier ook nog ijzerkes.
Oké. En nu fingers crossed dat het allemaal werkt. Oké, the moment of truth. Gaat het werken, ja of nee? Je ziet ook wel dat het langs op heeft heel veel hoogteverschil. Kom op, winkeltjes. We hebben die elektriek niet, toch? Nee, ze hebben geen elektriek. Hier moet er een winkeltje komen. Kijk, kijk eens aan als alleen daar, winkeltje, daar een winkeltje mogen zetten. Steen is de plaats als een winkeltje mogen zetten. Voilà. Dan komt dat er vanzelf, komt er sowieso een winkeltje. Want ze hebben winkels nodig. Toch? Ja, kijk, winkels hebben ze nodig. Dan moet er daar een winkeltje komen. Ja, kijk, voilà. Hopla. Oh, nee. Kut, er bouwde daar net een winkeltje. Ik wil het per ongeluk weglaan. Ah, nice. Slimme move weer niet. Voilà. Industrie mag ook beginnen. Tot daar, Max. Hup, dan kunnen ze daar werken. Kunnen ze makkelijk heen en weer. Voilà. En onze stad is van start. En we zijn nog maar 15 minuten bezig. Allee, een beetje minder. Oh, energietekort al. Energietekort. Ja, energietekort. Dat is heel snel heb je energie nodig. Dus dan verhoogde deze naar 80 ga ik het nu doen, want ik ben nog niet zo ver geraakt de afgelopen tijd. Dus, allee ja, ik heb echt zwaar gefaald, gewoon niet weten. Hey, domme was zelf in het begin, ik zat onder de toon. Begon ik hier te bouwen, zette ik hier een windmolens, zo'n zuigding, zet ik hier, oh my god. Hoeveel poept er mens? Heel deze stroom ligt al vol. Oh my god. Oh. Ik ga blij zijn als ik die verschoner heb hier genoemd. Deze. Als jullie nog tips hebben of mooie bijvoorbeeld andere gebouwtjes voor elektriciteit en zo, laat het mij weten. Ik heb hier al een power relay. Het gemakkelijk daar is, dat is immens klein, dat ze zien die liggen en dan verbindt ze. Dus dat is in plaats van dat je dan zo'n power cable nog moet leggen, dan zet je gewoon zo'n doos en dat heeft nog vrij grote range, maar het kost wel een stuk meer dan een power cable. Dus ja. De stad is van start. Allemaal huisjes bijzetten. Update. Hier nog een paar winkeltjes. En die nook ook. Deze nook dan ook maar. Oh, die is een beetje raar gebeurd. Hup! Ik sta nog steeds in de min, jammer genoeg. Werken zal je! Raar dat de leving zo is goed gekomen. Zo nice, u hoort ons dat in detail hebben gemaakt. Is dat wel in de plus? Nee, nog steeds niet, uiteraard. Zit in de weer al? Ah, hey. Ik heb op de mak. Direct 120 gewoon. Hoeveel hebben we nu? 9, voilà. Wat is dat hier? Oh, wacht. Stoplicht. Die kan ik wegdoen. Hup, stoplichtjes weg, stoplichtjes. Stoplichtjes weg, stoplichtjes weg. Hier staan er heen. What? En nu gewoon ja, wacht tot je winst begint te maken. Hè. Voilà. Moet wel toe, het is wel nog een mooie buurt, hè. Nee, ik vind dit een mooie stad. Oké, die hebben geen water.
Verdorie. Tot daar wel. Nou, winkeltjes hebben we nog niet echt nodig eigenlijk, hè. Alleen met zo weinig inwoners zijn er maar een paar winkeltjes genoeg, hè. Roadnames, ja, maar dat interesseert me niet eens. Daar kan ik wel kijkers naar vernoemen. Bijvoorbeeld naar deze ingang kan ik bijvoorbeeld Yeti Street noemen. Van Andy, dat is mijn maat. Priority Road. Wat doet dat? Oké, dat weet ik niet. Yeti Road. Enter? Ah. It just road. Oeh, nou, wat kun je ermee doen? Oh, dit kan ik niet. Zero remove all. Toggle stop signs. Oh. Private vehicles. Wow, dat wist ik allemaal niet eens. Holy shit. Trucks, die komen van hier. Die rijden. Daar, daar. Trucks gaan naar hier. Ze draaien dan waarschijnlijk hier een keer weer. Wow. Maar road selection, dat snap ik niet echt. Wow, dat wist ik allemaal zelf niet. Holy damn. Jee, 360! Oké, hoe raak ik hieruit? Ah, wacht, kijk, kan het. Kunnen we het al zien hoe dat er hier farmland ligt? Nope. Oké, maar we kunnen dus wel. Oh. Ah, ik heb geld! Nope. Oké, ik ga dan deze weg een beetje uitbreiden. Zo. Met een elektriek. Oh, wow. Weer elektriek heb ik. Oké, zo va. Water zit meer dan goed. Die kan alles doen. Health heb ik nog niet genoeg geld voor. En dat ga ik ook nog niet doen, want ik wil hier farmers zetten. Hier mag er overal industrie. Hier ga ik nog wat meer banen bouwen. Bochtjes. En er ging al mijn geld weer.
Kan ik dit vos met huizen? Dan verdien ik weer geld, kan ik meer waterleidingen leggen. Dus ook de landfill wel een beetje naar beneden kon doen. Ja, half en zo, dat heb ik nog niet. Dus daar moet je nog even op wachten. We gaan terwijl de taxen een klein beetje verhogen. Voilà. En daar komt de winst. Waterleiding geland tot hier. Hallo. Ah, ik ga dan mijn water een beetje moeten vroegen. Deze windmolen draait ook onder de stoelen per minuut. Weer een elektriciteit tekort, ik ga dan met een beetje. Wat meer elektriciteit moet wel, maar ja, deze maakt niet uit, ook ik heb geen nachtcyclus. Mijn nachtcyclus eruit kijk. Verlaagd ook niet. Hè. Oh, nog steeds niet meer elektrisch. Wow. Van jullie zuipenergie. Oh, de niet genoeg energie voor de. Ik ga een paar ijsjes moeten worden. Sorry, jullie moeten nog even verhuizen. Ik heb nog niet genoeg stroom voor jullie. Even in plaats van jullie. Alleen nog geen stroom. Ja, oké, want nu doet dat ding het ook niet. Dat de stroom er niet raakt. Ah, oké, nu wel. Ik moet even wachten op geld dat ik zo in kan zetten. Clinic. Ja, ik weet het, bro, easy. I'm working on it. No, working on it. Dat is ook niet goedkoop, zeg.
Oké, ja, tortus. Leningsknaslet. En nog een windmolen. Nee, een windmolen is het correcte woord. Maar iedereen heeft een windmolen, terwijl het eigenlijk grandioos verkeerd is. Om daar nog in te zetten. Hup. Dan heeft die sowieso supply. Om die nooit uit te vallen. Education is nog niet zo goed. Ik doe dit gewoon even zodat de industrie daar blijft. Want dat ding dat vervuilt goed genoeg. Dat weten jullie hoogstwaarschijnlijk ook wel. Huisjes. Leg mijn waterleiding tot hier. Net. Surgery performed by robots. Doctors on permanent coffee break. How is the pay? Wow. Okay. De baan is ook zo goed als recht eigenlijk. Daarop aan. Nice, 700. Policies kan nu denken op fire, police. Nice, dit kan ik. Dan weten we, kijk, ik heb al een paar gebouwtjes extra. Maar dan weten we al wat dat we kunnen doen. Hoe laat is het? Het is al half. Kut. Mensen. We zijn 32 minuten bezig. We gaan dus in de volgende aflevering gaan we het farmgebied maken hier zo. Dus bedankt jullie voor het kijken en ik zie jullie allemaal in de volgende video. If you enjoyed, smash a like en subscribe en tot de volgende keer. Peace.